Gemeente, wat verzocht dit ons te samen zijn aan te vangen door te samen te zingen Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, indien gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Wij lazen u Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Zal worden voorgelezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan die van Timotheus en daarna van het tweede hoofdstuk beginnende bij het 14e vers. Doch vooraf lezen wij u de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten,
en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet eigenlijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eigenlijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vervolgens zouden wij u voorlezen 2 Timotheus 2, beginnende bij het 14e vers. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor den Heere dat zij geen woorden strijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, en die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenius en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreede geschied is, en verkeren sommiger geloof. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende deze zegel. De Heere kent degenen die zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jongheid en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde,
vrede met degenen die den Heere aanroepen uit een rein hart en verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan, of hun God de enige tijde bekering gaven tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijnen wil. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden bij de aanvang geschonken of bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldig van God de Vader en Christus Jezus de Heere door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, aan de morgen van deze uw heilige dag, dan vergunt u het ons nog dat we onze schreden mochten wenden tot uw voorhoven, dat we nog mogen geschaard zijn rondom dat dierbare godsgetuigenis wat eeuwig zeker is. Ja, dat woord wat een mens in zichzelf komt te veroordelen, waar we nou dan van u zijn afgeweken en ons geworpen hebben, in die geestelijke doodstaat, maar wat dan ook inhoudt dat wij door onze zonden die goddelijke toren hebben opgewekt, zodat wij van nature zijn kinderen des torens, kinderen des duivels, ja, kinderen des doods. En van nature weten we dat niet, dan leven we maar vrolijk voor, alsof onze eeuwige ondergang niet aanstaande is, Heren. Hoe is het toch onmogelijk, wat is die geestelijke doodstaat toch ingrijpend? Dat een mens maar doorleeft, al is het dat hij van zondag tot zondag daarin wordt onderwezen. Dat hij het verstandelijk zo goed weet, dat straks als we sterven moeten, dat onze palaat dan zal zijn in het eeuwige nare verderf, bij de duivelen in de hel, waar wening zal zijn en knersing der tanden. En al is het dat wij dat weten, leven we maar voort, rustig, al is het een valse rust, vrolijk, lachend, spelend, spotten misschien. O Heere, wie zijn we toch geworden, smeken we van u.
of dat woord ons als zodanig waar we nu grondgeschaard zijn, eens zou mogen gaan lezen. Want het is noodzakelijk dat wij uw woord onderzoeken, dat wij uw woord lezen. Maar Heere, dat u die genade gaf dat dat woord ons dan eens ging lezen en dat we ons als zodanig ineens voor u zouden leren kennen. Opdat we niet meer voort zouden kunnen leven zoals we het altijd hebben gedaan. Maar dat we als arme zondaren voor uw aangezicht zouden leren buigen. Om genade leren smeken, genade, o God, genade. Ja, want al nu is er nog het liefelijke heden, nu kunnen we nog bekeerd worden. Mogen we dan ons oude vandaag en aan u bevelen. Ach, Heere, de tijd die is voorts kort. Het kan toch nog. Al is het dan dat de jaren gaan klimmen. Ach, zou u nog wonderen willen doen in die oude harten. Opdat ze nog die kennis zouden verkrijgen die nodig is, wil het wel met hen zijn. Maar ook in de kracht. Van het leven. O Heere, zo geneigd om ons ganse leven in te zetten. En voor de wereld en daaraan te geven. O bewaar, totdat we de pinnen niet te vast zouden inslaan. En maar dat ook, als we in die levensjaren zijn, een indruk ervan zouden ontvangen. Dat de wereld met al zijn begeerlijkheid gaat voorbij. Maar Heere, en wat van u is, en wat u in het hart komt te leggen, dat blijft tot in der eeuwigheid. Mogen we ook onze jeugd aan u bevelen, onze jongens, meisjes, kinderen. We leven in zulke vreselijke tijd, lieve Heere. Een tijd waar vrezen zo menigmaal het hart vervult. Vanwege de meerdere openbaring van de mens der zonde. En het moet gebeuren, het is naar uw woord. En want in het laatste der dagen. Voordat die grote dag komt, dan zal die mens der zonde zich openbaren, uitleven. En hier in die vreselijke tijden leven, waar het nog wel erger zal worden. En maar we leven er toch in. En daar leven ook onze jongens, onze meisjes, onze kinderen in. En dan hebben we zulk een bestaan wat zo makkelijk ons laat meevoeren. Heere de mens, hij doet niet liever dan zondigen. Tegen u opstaan, die wereld dienen, de zonde aankleven. En ze krijgen zulke gelegenheid. De Satan is zo slim. Hij heeft zoveel pijlen. Hij heeft zoveel middelen. Hij opent zoveel wegen om ook onze jeugd maar af te trekken. En we hebben er geen ogen voor om het te zien. Maar Heer, het is om hen af te trekken en mee te voeren. Na dat nare verderf. O, dat u de ogen van onze jeugd ook wilde openen. Omdat ze de gevaarvolle wegen zouden zien. Ja, dat ze de gevaarvolle staat waarin ze verkeren zouden. En mogen inleven. Dat dan ook dat opkomend geslacht nog eens naar u zou mogen vragen. O, wat zou het toch een voorrecht zijn, als het ook in het midden van onze gemeente werden aanschouwd. En dat u
En dat die jonge geslacht nog wonder hen zou verheerlijken. Heere, zo leggen we ze voor u neder tot die zullen bijeen gaan. Maar gedenk ook uw gunstvolk en strijdwerk van dit leven. Ach, u weet het, Heere, waar het hen om te doen is. Ook in het opkomen naar de plaats des gebeds. U weet, want u kent ze. Waar hun harten naar uitzien. U kent de verlangens der ziel. O, wat kan er toch een innerlijk verlangen zijn. Om nog eens een toekenik van u te mogen ontvangen. Een innerlijk zielsverlangen om nog eens een goedkeuring van u te mogen verkrijgen. U kent hun verlangen. En wat kan het verlangen des harten toch zijn om een blijkje van uw gunst, een uitlating van uw liefde, delen in die gemeenschap. En heren, dat kan u nooit meer aan onze zijde, want de zonden die maken scheiding. Maar o, dat die scheiding werd weggenomen door uw gezegende des vaders. Door die eeuwige scheiding te in- en doorleven. En aan te brengen wat noodzakelijk was. Om nu weer in die nabijheid, om nu weer in die tegenwoordigheid en in die gemeenschap God. Te kunnen leven en verkeren. Nu dan beleiden we het Heer aan onze zijde. Onmogelijk. Dat gij den hemel scheuren zou en in ons midden zou nederdalen. Maar o mogen we dan nog eens een weinig blijven. Op die gerechtigheid van uw dierbaar bod. Gij hebt het toch uitgeroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat hebt ge toch in en doorleefd, opdat uw kerk in die gemeenschap hersteld zou worden. En de Heere, de beginselen van die gemeenschap krijgt uw volk hier en straks volmaakt. Maar mogen we dan om die beginselen smeken ook voor deze uur. En dan op grond van die godsverlating die gij in en toe leeft. Gij hebt het gezegd, al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. En Heere, nu weten wij niet te bidden gelijk het behoort, maar tot wie zullen we anders enig. Dan tot u die gerechtigheid hebt aangebracht. Tot wie zullen we dan anders heen gaan dan tot u die volkomen betaald hebt. Dan tot u in wie alles gelegen is, o Heer. Wil dan op grond daarvan en ieder van uw kinderen nog schenken wat zo nodig is. U kent ze in de legering des harten. In hun strijd, in hun moeite, in hun verdriet, in hun zorg. Oh, dan weet u van alle dingen en dat is zo groot. En daarom bevelen we u, Goden. Of ze nog in deze uren ook eens zouden mogen ervaren. Dat gij van hen af weet en dat er voor u niets verborgen is. Heere, zou gij willen gedenken. Aan al degenen die met ons niet konden opgaan, die wettiglijk verhinderd zijn. Al de vandaag die niet konden opgaan, staan ze bij. Maar degenen die ziek zijn ook, waar ze ook verpleegd worden, zij in het ziekenhuis, in het rusthuis, in verpleegde huizen, aan eigen woningen, het zij dat ze meer of minder ernstig ziek zijn, u weet alle dingen. O grote medicijnmeester staat er nog over op en zegen nog de middelen. En verblijd nog eens door uw daden, maar heilig bovenal.
bewegen aan het hart, opdat er nog eens wat hij voor zou mogen vloeien, wat waarde had voor de eeuwigheid, ook dat kind, heren, wat voor de zoveelste maal weer naar het ziekenhuis is gebracht en nog zo jong van jaren is. Maar al zoveel druk en kruis wat dat betreft in en doorleeft. En nu ligt het er weer. Ach, wil ook daar nog betonen vanaf te weten. En zou u nog eens wonder in het jonge leven willen doen. Tot de ere van uw naam. En tot zaligheid van dat hart. Gedenk zo'n. Al de omstandigheden dan weten. Er zijn omstandigheden. Die zorgelijk zijn, ook in die ziektes die in en doorleefd worden. En daarom, Heere, mogen we van u smeken of u vleugel over uit wil breiden. Waar u alle omstandigheden kent en of ze met alle zorgen bij u zouden mogen schuilen. Ontferm u over de rouwdragenden, schenk zijn plaats bij u. Aan uw voeten, onder uw vleugelen. Want heren, daar is alles te krijgen. Ook wat die mensen nodig hebben. Want in u is een volheid en u zijt zo algenoegzaam. En wil gij ook betonen een hart te geven om u te herkennen. Ook voor dat echtpaar wat in deze week gedenken mocht. Dat u ze 30 jaren hebt gespaard en gedragen in de band des huwelijks. Doe ze in u eindigen. U erkennen. Maar wil ze ook nog voor hem met elkander sparen en dragen. En maar dat er ook. Wat uit voor mocht vloeien. Wat strekken zal tot de verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van hun zielen. Dat u goede tierenheden. Tot die waarachtige bekering zouden mogen strekken. Waar kinderen geboren zijn, breng de ouders op de rechte plaats. En dat het kinderen mochten zijn. Geschreven op de rol des levens. O, wil gij al zo nog wonderen doen. Op wonderen horen en redenen nemen uit uzelf. Maar ze worden in ons niet gevonden. Zo kent u alle noden, alle behoeften, alle omstandigheden. Ze zijn te veel dan dat we ze u zouden kunnen voorleggen. Maar Heere, gij zijt een alvervullend God. Betoon het nog, gedenk al uw knechten, de studenten, de vakante gemeente waar uw woord wordt gelezen. O, dat gij betonen wilde, overal om tegenwoordig te zijn met uw lieve gunst. Wel ook ons niet vergeten. Die gereest aan uw woord weer te ontvouwen. En wederom afhankelijk zijn van die zoete zalvende bediening uws geestes. En die in onszelf hem wel verzondigd hebben. Maar Heere, u zult toch wel voor uw eigen werk instaan. Dat kunt gij toch niet begeven. Dat kunt gij toch niet verlaten. En daarom aanschouw ons dan ook, als we geroepen worden het woord uit te dragen, niet in onszelf. Maar aanschouw ons dan nog eens in die volkomene offerandering. En wil ons, o grote Amstrader, op grond daarvan dan ook bedienen uit uw volheid. O, dat we dan die rijkdom die in u is, zouden mogen voorstellen, lieve heren, naar de begeerte des hart. Dan weet u toch alle dingen. Ontsluit dan nog. Ontsluit dan nog eens dat woord, die heilgeheimen, die verborgenheden. Om nog eens goed en groot van u te mogen spreken. Dat alles wat van de mens is, maar weg zou mogen vallen. Maar dat we niemand zouden mogen zien en bedoelen dan u alleen, wat u ook zo eeuwig waardig zijt. Zalf ons daartoe, Heere, ga ons daartoe voor, schenk medezuchters, waar het u behaagd heeft toch in die weg. Uzelf het te verheerlijken, Mozes had het ook niet vol kunnen houden zonder Aaron en Hur.
En zo is het nog. En daarom zou u ze willen schenken om Jezus wil. Amen. Wij verzoeken de gemeente om te zingen van Psalm 89 en daarvan het eerste en het achtste vers, terwijl u gelegenheid krijgt uw liefdegaven af te zonderen. Zingen wij uit Psalm 89 en daarvan het eerste en het achtste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid al een tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo men de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo men zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. En wat er verder volgt, wij noemen u Psalm 89 het eerste en het achtste vers.
de tekstwoorden waarbij wij u met de hulp des Heren willen bepalen, vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, namelijk 2 Timotheus 2 en daarvan het 19e vers waar we Gods woord en onze tekst al dus lezen. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende deze zegel: de Heere kent degene die zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Tot zover. Wij vinden in deze tekst voor de verklaarde zekerheid der zaligheid van de kerk des Heren. En dan letten we daarin op een tweetal hoofdgedachten. Ten eerste, vanwege het fundament. En ten tweede, geopenbaard in een dubbel zegel. Dus gemeente, deze tekstwoorden spreken ons van de zekerheid der zaligheid van de kerk des Heren. Ten eerste vanwege het fundament en ten tweede geopenbaard in een dubbel zegel. Want de tekst die luidt: evenwel het vaste fundament Gods staat. Onze eerste gedachte. En dan hebben we deze zegel: de Heer kent degene die zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Evenwel, zo begint ons tekstwoord. En in dat woord evenwel, daar ligt al veel verklaard. Dat woord evenwel, dat heeft een grote betekenis. Want als deze tekst begint met evenwel, dan ziet er dat op dat er iets aan vooraf is gegaan. Ja, dan ziet dat op een tegenstelling die vooraf gegaan is. Evenwel, en zo heeft ieder van Gods kinderen evenwels in het leven en in de oefeningen des geloofs. We denken aan David de Ziklag toen hij daar op de puinhopen zat. Alles kwijt, alles verloren, niets meer over. Doch, zo staat er. Daar heb je het doch des geloofs. David sterkte zich in de Heere zijn God. Nu kon het wel zijn dat hij op de puinhopen zat. Nu kon het wel schijnen dat alles kwijt, dat alles verloren was. Doch, David sterkte zich in de Heere zijn God. Hij hield alles over. Zo lezen we er ook van dat hij getuigt, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, dat moest hij wel bekennen. Nochtans, zo zegt hij, heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Voelt u, hoewel mijn huis al zo niet is bij God? Geen verdiensten, geen waardigheid, alles verbeurd, alles verzondigd, niets in mij te vinden, maar dan komt het nochtans des geloofs. Aan Gods zijde voelt u. Zo is het ook in de tekst. Want dat begint met het woord evenwel. Nu. Paulus die heeft deze brief geschreven. Aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Dat was nog een jonge man die Timotheus. En die was in Efeze werkzaam. Hij moest daar Gods woord prediken. De leer der waarheid verkondigen.
En dan kunt u geloven, hoor, daar komt altijd wat op af, want de duivel zit niet stil, nee. Zo ook in die gemeente van Efeze. Als die jonge Timotheus daar zijn werk mag verrichten, dat woord des Heeren verkondigen, de leer der waarheid. O, dan zijn er van die hevige schokkende gebeurtenissen die de gemeente des Heeren daar beroeren. Enkele mannen die staan erop bij de gemeente. Hymenaeus en Philetus. Die stonden op. En die gingen dwars tegen de leer der waarheid. En die Timotheus daar mocht brengen in. En die gingen loochenen. De opstanding der doden. Die is alreden geschied, zeiden ze. Dat moet je geestelijk verstaan. Dacht je dat er straks een opstanding der doden is? Dacht je dat straks de lichamen weer op zullen reizen uit het graf en zullen lichaam verrichten? Nee, dat er logenden zijn. En nu dat gevaar, dat was nog veel groter. Waarom? Omdat het mannen waren die uit de gemeente zelf voortkwamen. Zouden het buitenstaanders zijn die helemaal met Gods woord niets te maken willen hebben, dan ligt het nog anders. En waar zien nu deze mannen uit die gemeente zelf opkomen, uit het midden der gemeente zelf opkomen, dan is dat gevaar nog groter. In de regel trachten zij zich ook nog op Gods woord te beroepen. Er wordt wat geknoeid met Gods woord, hoor. Er zijn er wat die Gods woord durven gebruiken, hoor. Om goddelooselijk te handelen en te leven. Maar weet het, God zal het zien. En hij zal het zoeken. Dat waren mensen die hebben eerst de waarheid beleden, hoor. En die zijn daarvan afgeweken, zegt de schrift, voelt u wel. Het is vanzelfsprekend niet zaligmakend geweest dat ze in de waarheid geloofden. Want een afval der heiligen bestaat er niet. Maar historieel, ja, de waarheid beleden. Dat wel. En nu afgeweken. En nu gaan ze die leer der waarheid die Timotheus daar brengt bestrijden. Ja, dat is een beproeving geweest voor Timotheus, vanzelfsprekend. Ah, er zijn zulke tijden geweest zijn dat hij daar wel moedeloos onder geworden is. Maar Paulus, die gaat zijn geestelijke zoon niet achterlaten, hoor. Paulus, die is veel ouder in die bediening, heeft meer ervaring. En ach, dat is groot, hoor, voor die jonge knecht Timotheus, dat hij nog een knecht heeft die ouder is dan hem, die meer ervaring heeft dan hem, die van deze dingen ook niet vreemd is, dat is een groot voorrecht. Gebeurde het altijd maar dat de jonge knechten des Heeren bij de oudere knechten terecht konden. Maar ziet, hier is het wel zo, hoor. Paulus die schrijft ervan. Die laat Timotheus daar niet in de steek, nee. Paulus die gaat hem schrijven. Stel u, zegt hij, tegen het ongoddelijk ijdelroepen, want zij zullen nog in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woorden zullen voorteken als de kanker. O, al is het dan, u zegt hij, dat er zulke mannen opstaan. Die u tegenkomen in de leer der waarheid. Maar wat zegt Paulus? Stel u er tegen, hoor. Tegen dat ongoddelijkheid doorroepen. Want zij zullen nog in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woorden zullen voorteten als de kanker. Ja, dat gebeurt nogal eens dat zulken. Ja, dat woord, dat gaat nog verder. Ze hebben dan nog wat aanhang. Oh, dat gebeurt ook nogal. De schrift die zegt het.
Want de mensen die hebben er ook geen erg in. De ogen die zijn er niet voor open. Ja, wat zegt hij in het 15e vers? Benaarstig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Oh ja, en dan, als Paulus daar dan op gewezen heeft, dat die Timotheus staande moet blijven, dat hij vol moet blijven staan voor de leer der waarheid, dat hij zich stellen moet tegen het ongoddelijk ijdel roepen, tegen dat goddeloze gedoe. En dat nog met het woord des Heren in de hand. Stel u daartegen, zegt hij. En dan? Dan komt hij met dat troostwoord. Want hij zegt het dan niet zomaar hoor, nee. Nee, dan komt hij met het troostwoord voor Timotheus. En voor de kerk des Heren. En dan zegt hij, evenwel. Het vaste fundament Gods staat. Het is alsof de apostel zeggen wil. Nu kan er gebeuren wat er gebeurt. Maar de kerk des Heren gaat nooit verloren. Er kan gebeuren wat gebeurt. Maar voor Gods kinderen ligt het eeuwig vast. Er kunnen dwalingen komen zoveel als er komen. Maar dit is zeker, evenwel, er kunnen schuddingen komen in het persoonlijke zielenleven, maar evenwel, het vaste fundament Gods staat. O, ziet, zo kan Gods volk wat geslingerd worden, nietwaar? Zo kunnen Gods kinderen wat bestreden worden in het leven. En hoe kan dat gebeuren? Gods kinderen kunnen geslingerd worden, zeer bestreden worden, en dat kan door de ontrouw van anderen. Door de ontrouw van anderen. Ja, dat kan, dat blijkt ook hier. Deze twee mensen, Hymenaeus en Philetus, die werden toch ontrouw, hebben etenlid der waarheid beleden. Maar ze zijn afgewegen. Door de ontrouw van anderen kan het geloze leven van Gods kinderen geschud worden, geschokt worden, bestreden worden. En daar had Paulus ook wat van geleerd in zijn leven. Want die had hem met Demas meegemaakt. Was ook een man die Christus verkondigd had, hoor. En die had ook de tegenwoordige wereld lief gekregen. En wat een beproevingen zullen dat ook voor Paulus geweest zijn. Maar hij wist het uit ervaring. Daarom kan hij nu ook zijn geestelijke zoon zo bemoedigen. Zo vertroosten, zo versterken. Evenwel. En zo kan het wat zijn. Wij zeiden, zo kunnen Gods kinderen wat geslingerd, geschokt, geschud worden door de ontrouw van anderen. Dat we moeten gaan zeggen, hoe is het nu eigenlijk? Kan dat nu toch allemaal zomaar gaan? Ja, het kan ook door ontrouw. Hier van binnen. Wat ze geschud en geslingerd worden. En ze moeten zeggen, zou dat met genade gepaard kunnen gaan? En dat ze van binnen wel zeggen dat het niet met genade gepaard kan gaan nu. O ja, duizenden malen hebben ze het verzonden. Nooit hebben ze het goed gedaan. Nooit doen ze het goed. Ver afleven van de Heere. Hun wantrouwen, hun ongeloof. En dan die vorst der duisternis daarbij die ze zo bestrijdt. Gij hebt toch geen heil bij God. Het is bij jou toch niets. Het is allemaal maar hersenschim. Allemaal verstandswerk. Dan lezen ze weer of horen ze weer. Of komt de DNA die volharden zal tot het einde toe. Die zal zalig worden. En dan zien ze op zichzelf. Volharden tot het einde toe. Oh nee.
Er is geen volharding in hen te vinden. Volharden tot het te struikelen iedere dag. In vele. Volharden tot het oneen. Dan hebben ze zo'n hart. Dan zo koud, dan zo vijandig. En zou dat allemaal wel van God zijn. En zien ze dan op zichzelf. En zien ze op de vijanden. En zien ze op de omstandigheden. Dan moeten ze wel zeggen, dan zal ik nooit zalig kunnen worden. Nee, dat is waar. Als je ziet op de vijanden niet. Als je ziet op zichzelf ook niet. Dan zul je nooit zalig kunnen worden. Nu. Evenwel. Ondanks al datgene wat in u is. Evenwel niet. Wat evenwel. Zalig worden zal de kerk. Het vaste fundament. Gods staat. Wat is nu dat vaste fundament waar hierover gesproken wordt? Nu onze kanttekenaren, die gaan ons daarin voeren en die zeggen, dat fundament waar hiervan gesproken is, dat is dat voornemen der eeuwige verkiezing Gods. Het voornemen, eeuwige verkiezing. Gemeend in Adam zijn we allen in een staat als doods gevallen. In een staat der verdoemenis. Onder die rechtvaardige toer Gods. Onder het oordeel van de drievoudige dood. En zeker zouden alle mensen die drievoudige dood ondergaan. Zeker zouden wij alle voor eeuwig verloren gaan. Waren het niet. Dat de Heere gedachten des vredes had gekoesterd van eeuwigheid. En niet des kwaads. O zien. Waren er geen uitverkiezing gemeente. Er was ook geen zaligheid. Want dat is de juist het fundament. Van de kerk des Heren waar alles opgebouwd wordt. God heeft besloten wie er zalig zou worden en wie niet. Wel gelukzalig is dan hij. Dien gij verkiest, zo lezen we in Gods woord. Het is waar, gemeente. Wat komt er toch veel vijandschap tegen deze leer der uitverkiezing naar voren. Ja, bij die en die kerkmensen. Nee, bij u. Nee, bij mij. Vijandschap. Tegen de leer der uitverkiezing. Is dat nu rechtvaardig van God dat hij de ene verkiest tot zaligheid en de andere dat hij die verwerpt? En als ik dan niet uitverkoren ben, dan kom ik er toch niet, dus ik leef maar door. En als ik wel uitverkoren ben, dan kom ik er toch. Dus ik zal me maar uit het leven hoor, want het ligt toch al van even vast. Gemeente, mogen we u waarschuwen. Leef zo niet, want het is puur goddeloos. Al is het de eeuwige waarheid. Dat is waar. Maar zo mogen wij niet leven. Want wij weten niet wie er uitverkoren is en wie niet. Dat weten wij niet. Daar hebben we ook niets mee te maken. Maar wel gelukzalig is hij die het door Gods genade aan de weet komt. En daarom, dan hebben wij u. Als wij dan het fundament van de kerk des Heren mogen en moeten prediken. Namelijk die soevereine uitverkiezing. Gods des vaders en dat in Christus Jezus. Dan hebben wij omtrent deze uitverkiezing, omtrent dit fundament een boodschap voor u allen. En wat is dat, zult u zeggen? Rust dan niet, voordat ge het weten mocht, gebouwd te zijn op dit fundament. Rust dan niet, voordat ge het weten mocht, dat ge dit vaste fundament
onder uw voeten hebt. Dat is de boodschap omtrent de uitverkiezing die wij u van Gods wegen meegeven. Dus niet met de armen over elkaar en zeggen, nu als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er toch. Nee, rust niet voordat u dat weten mag. En die boodschap, gemeente, raakt u nooit meer kwijt, hoor. Want laat het nu altijd niet zo gemakkelijk over u heen gaan. Want God komt een keer terug, ook op dit woord. En dan zal de Heere u straks in de dag des oordeels afvragen. Wat hebt u gedaan met dat woord wat u is toegeroepen dat u niet moest rusten, totdat gij weten mocht dit fundament onder uw voeten te hebben. Daar zult gij naar geoordeeld worden, gemeente. Zullen we dat niet vergeten? Want het is niet anders, hoor. Nu, wel gelukzalig zijn ze die aan de weet komen. Veel vijandschap. Maar het is tot troost voor de kerk des Heren. Het is de vastigheid van de kerk des Heren. Ze worden dus uitverkoren tot de zaligheid. Oh ja. Maar waarom worden ze nu uitverkoren? Wel omdat ze zo netjes leven natuurlijk. Die worden uitverkoren omdat ze zoveel goede werken doen. Niets van dat alles gemeende. Want ze worden niet uitverkoren om een voorgezien geloof of goede werken. Wilt u bewijs? Gods woord. Het is niet, hoort u, het is niet datgene die wil. Nog desgene die loopt. Maar des ontfermenden Gods. O, ziet u wel dat de mens er eenmaal uitgeschakeld wordt. En wij leven in dagen dat ze, dat de godsdienst de mens meer en meer in wil schakelen. En God en zijn woord en het fundament van de kerk des Heren schakelt alles wat van de mens is ten eenenmale uit. U telt niet mee. Ik tel niet mee. Het is alleen Gods werk. Die verkiezing is dan ook de grond van het verbond der genade wat gesloten is tussen God de Vader enerzijds representerend handhavend de goddelijke gerechtigheid en Christus als hoofd van zijn ganse kerk, representerend al de uitverkorenen. We lezen ervan die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Daarom nooit zal een mens de ere krijgen van de zaligheid. Dat is dat soevereine welbehagen des Vaders. En dat sluit al het menselijke uit. Dus de kerk des Heren is verkoren in Christus. En die is de uiterste hoeksteen van dat godsgebouw. Die uitverkiezing is de grond van Christus borg lijden voldoening. Maar toen hij zichzelf gaf van eeuwigheid om in de tijd te komen om te lijden en te sterven. Ze waren in hem en zijn ze uitverkoren geworden. Dat hield dan ook in dat hij borg werd. En waar dat hield dan ook in dat hij voor hen moest betalen, dat hij voor hen moest lijden, dat hij voor hen moest sterven. Nu dat heeft hij gedaan. En ziet. En nu wordt dit fundament genoemd een vast fundament. Een fundament, het is het onderste gedeelte van een gebouw, waar alles op rust. En als dat fundament niet deugt, dan verzakt dat gebouw, of als er wat storm komt en slagregens komt, dan stort het helemaal in elkaar. Nu, dat weten we wel, zo wij dagelijkse leven, niet waar.
Maar hier wordt gesproken van een vast fundament. Het vaste fundament. En denk erom, gemeente. Als we hier in de natuur, in tijdelijke leven, een huis bouwen en het fundament is niet goed, dan zeiden we, dan verzakt het huis. Of stort in elkander. En maar ziet, dat is dan onze aardse woning nog maar, nietwaar? Dat is dan nog maar hout en steen. Maar als wij nu op weg zijn naar de eeuwigheid, welk fundament hebben we dan onder onze voeten? Op welk fundament is het dan dat dat geestelijk gebouw opgetrokken wordt? Want dat komt er nou weer op aan, hoor. Want ziet, als nu straks ons fundament niet deugt, weet het dan dat gebouw dat stort dan in elkaar, hoor. Zij vroeg of laat. Er zijn er zelfs nog wel die zo ver komen tot aan de hemelpoort. Ja? Ja, Gods woord zegt het. Die kloppen, Heere, Heere, doe ons open. Zo ver komen ze. Maar het fundament deugt niet. En storten zo in eeuwige verwoesting neer. Zullen we erop letten? Als wij menen te reizen naar de eeuwige heerlijkheid. Als wij een hoop hebben voor de toekomst. Dat we toch op het fundament zouden letten. Of dat onze hoop niet zou zijn een hoop der spinnekoppen. Ga nou uit. Het fundament. Hier wordt gesproken van een vast fundament. En waarom wordt er hier nu gesproken van een vast fundament? Wel, het is het vaste fundament van de mensen. Nee, daar komt het juist. Het vaste fundament Gods. En daarom is het zulk een vast en een onwankelbaar fundament, omdat God het heeft gelegd. Ja, die doet geen half werk, hoor. Dat mogen Gods kinderen in hun leven ook wel ervaren, dat hij geen half werk doet. Het fundament Gods, omdat God het heeft gelegd, en daarom is het zo vast. Ja, vast. We lezen ervan, want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaad gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, vastbleven. Het is een vast fundament, omdat God het heeft gelegd. En dan zegt de Heere Jezus ervan tot zijn discipelen, verblijd u niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijd u veel meer dat uw namen in de hemelen geschreven staan. De namelijk verblijft u veel meer dat ge van eeuwigheid zijt uitverkoren. Want als de geesten nu onderworpen zijn, dan kunnen de mensen misschien wel met grote ogen op je kijken. En dan kunnen de mensen je misschien wel bewonderen, hoor. Want de geesten waren hun onderworpen. En als de mensen dat zien, nu, daar worden, ja, dat is voor onze lage naam, niet waar. Als de mensen ons achteraan lopen, dat is ons verlagen naam, niet waar. Als de mensen weg van ons zijn, ja, dat is wel verlagen naam, niet waar. Maar denk erom, het telt aan eenemale niet mee, verblijft u veel meer. Het is alsof de Heer zegt, die geesten zijn u wel onderworpen, maar daar kunt ge nog voor eeuwig mee verloren gaan. Maar verblijft u veel meer dat uw naam geschreven staat in de hemelen, want alsof hij zeggen wil, want waarom moesten ze daarom dan verblijd zijn? Wel, dat is nu de vastigheid en de zekerheid van hun zaligheid. Daarom een vast fundament. We lezen ervan, want de genade, giften en de roepingen God zijn onberouwelijk. Waarom is het zulke vast fundament? Omdat God het heeft gelegd. Die van zichzelf getuigt en ik de Heere, worden niet veranderd.
En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Niet veranderd. Ook wat die uitverkiezing betreft. Nee, niet te veranderen. Vast. Omdat God het heeft gelegd. Het is een fundament. Gods. Vast ook vanwege die geheel enige uiterste hoeksteen. Namelijke Jezus Christus, want die is daar niet van los te maken. Het is, o dat soevereine Godswerk van eeuwigheid. Het is één geheel. En daarom ook in zijn dood is dan ook alles nog vast geworden ook, ja. Het is een fundament Gods. Van die drie enige God, want niet één der goddelijke personen is in het werk uit te sluiten. Daarom zo vast ligt het. En ze zullen komen hoor. Die uitverkoren zijn. Waar ze zich nu ook bevinden. Hoe diep ze nu ook in de modder der zonde verzonken liggen. Maar komen zullen ze hoor. Zo vast is dat fundament. Al hebben ze met de Rahab in de hoererij geleefd. Maar ze konden uit. Al hebben ze met de Manasse in de gruwelijkste goddeloosheid eruit geleefd. Maar komen doen ze. Zijn ze nog zo vroom als een Paulus. Maar ook die kwam. Waar ze zich ook bevinden. Maar zo vast is dat fundament. En die komen eruit. En hoe het dan nu ook gaat in het leven van dat volk. Met Jozef door de gevangenis, die heeft ook wat tijden gehad. Dat hij het niet meer wist, dat hij het niet meer kon bekijken. Maar dan geldt het ook voor Jozef. In de gevangenis, evenwel. Het vaste fundament God staat. Of we nu gaan met dat volk door de Rode Zee. Of we nu gaan met David vluchtend als een veldhoen op de bergen. Of we nu gaat als Jona overboord. Maar evenwel, het vaste fundament Gods staat. Evenwel, o kerk des Heren, wat er nu in uw leven ook tegenaan komt. Hoeveel strijd er ook in uw leven zijn kan. Hoeveel schuttingen ook in uw leven. Vanwege vele omstandigheden. Evenwel, het vaste fundament Gods staat. Want die hij geroepen heeft. Deze heeft hij ook gerechtvaardigd en die hij gerechtvaardigd heeft. Deze heeft hij ook verheerlijkt. Nu, een vast fundament. Letten we nu in de tweede gedachte. Geopenbaard in een dubbel zegel. En hebbende deze zegel de Heere kent. Nu, een vast fundament. Letten we nu in de tweede gedachte. Geopenbaard in een dubbel zegel. En hebbende deze zegel de Heere kent degene die zijnen zijn. Want ja, nu kan dat fundament wel vast zijn, niet waar? Maar nu kan er in het leven van Gods volk zoveel strijd zijn. Of hun gebouw wel rust op dit fundament. En dat fundament, dat zien ze altijd niet hoor, nee. Het is met het fundament van een huis ook zo. Dat fundament, dat zie je niet. Het gebouw zie je wel staan, maar dat fundament, dat zie je niet. Om dat fundament te zien, moet er gegraven worden, nietwaar? En zo is het nu ook weer in het geestelijke leven. Dat fundament, dat zien Gods kinderen niet altijd. En want om dat fundament te zien, moet er gegraven worden. En nu behaagt de Heere dat wel eens, door de bediening des Heiligen Geestes en door het geloof. Dat er gegraven mag worden, hoor.
in die huilgeheimen en in die verborgenheden Gods. Ja, de Heere die behaagt het wel eens dat er gegraven mag worden. Als het zo eens uit mogen drukken, met eeuwig gesproken, gegraven mag worden tot in de diepte der nooit begonnen eeuwigheid. En dat de Heere dat fundament wel eens opwaart. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. O, dan mag er wel eens gegraven worden in die diepte der huilgeheimen. En ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde daarom. Getrokken. Dan mag er wel eens gegraven worden in die verborgenheden en huilgeheimen. Verklaard in die nooit begonnen eeuwigheid. Hoe ze reeds van dien tijn in het hart de Gods des Vaders zal liggen verklaard. Daarom zeiden we dat moet er gegraven worden. En dat mag niet bij ogen blikken. Dan mag er wel eens gegraven worden. Maar, en nu zal het misschien wel bevreemden, als er hier staat dat het fundament een zegel droeg. Maar dan moeten we terug, altijd in het oosten, dan was het de gewoonte, dat bij het bouwen van grote huizen, dat men wel een opschrift schreef op deuren, maar ook wel op de gevels, maar ook werd er wel gegraveerd in het fundament. Men graveerde soms wel de naam van de bouwer in dat fundament, of ook wel een toepasselijke spreuk. Nu, in deze zin gebruikt een apostel deze beeldspraak, dat ook het fundament van de kerk des Heren een zegel draagt. Dus dat fundament van de kerk des Heren, dat fundament der uitverkiezing, draagt een zegel. En dat zegel wordt hier dubbel geopenbaard. Ten eerste dus de Heere kent degene die de zijnen zijn. De zijnen, ja, alle mensen zijn de zijnen krachtens schepping. De Heer is de eigenaar van alles. De Heer kent ook alle mensen. Van binnen en van buiten. En dat hij alle mensen kent, ook de vijanden. Dat hij alle mensen kent, ook de goddelozen. Dat zal openbaar komen. Als straks het oordeel komt. Dat hij die ook kent. En dan zal hij in ieder gaan vergelden naar hetgeen hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Maar als hier gesproken wordt over de zijnen, dan heeft dat een andere betekenis als dat hij eigenaar is van alles krachtens schepping. Een geheel andere betekenis. Als hier staat de zijnen, dan zijn dat degenen die zijn eigendom, zijn krachtens soevereine verkiezing. Zijn eigendom krachtens koping met die dure prijs van het bloed des lams. Maar ook zijn eigendom. Vanwege toebrenging. Want dat moet ook gebeuren hoor. Die verkoren zijn, die worden toegebracht. Nu, zo wordt er over de zijnen gesproken. Die zijnen, wie zijn dat dan? In zichzelf een doodschuldige, waardeloze, rechteloze, verdoemelijke zoon daarin. Die nooit naar God gevraagd hadden. Want dan zou ik er wel willen roepen, is er hier in ons midden een die zou durven zeggen. Ik heb wel naar God gevraagd uit mezelf. Kerk des Heren in ons midden, hebt u daar iets van geleerd? Of niet? Ja, want dat leren al Gods kinderen. En als we het niet weten, is het niet best. Maar hebben wij, kennen wij dat? Dat vragen wij gemeente. Nooit naar God gevraagd. Nooit naar God gezocht.
zij dat wij midden in de wereld leden, maar of het zij in de godsdienst, nooit naar God gezocht. Met de rug naar God toe, uitlevende wijk maar van mij. Want aan de kennis u bewegen, heb ik toch geen rust. Nooit geen behoefte gehad in die dienst des Heren. De zijne, dus in zichzelf neemt. Dan zijn het mensenkinderen die zich al zodanig leren kennen. Maar de zijnen, dat zijn nu zijn keurlingen. Dat zijn nu zijn bondelingen. Dat zijn nu zijn lievelingen. En als er nu staat, de Heer, ik ken degene die de zijnen zijn. Dat houdt dan ook in dat de Heer erkent. Dat die mensen de zijnen zijn. Dat die mensen van hem zijn. Dat de Heer kent en erkennen. Want dat komt openbaar uit het kennen. Die en die en die. Die is van mij. Dat is mijn eigendom. Die heb ik nu lief. Die heb ik nu verkoren. Dat zijn nu mijn gunstelingen. De Heere kent degene die de zijn zijn. En hoe komt het openbaar dat hij ze reeds van eeuwigheid kent. Maar ook als hij ze in de tijd gaat roepen, hij kent ze dan ook bij naam. En als hij ze roept uit de duisternis, oh, dan weet hij het. Dan neemt hij geen verkeerde. Maar dan heet het Zacheus, haast u en kom af. Want ik moet heden in uw huis blijven. O, hij kende Zacheus daar wel, in die boom. En zo is het met al Gods kinderen. Hij kent hen in het uur der menen. En der welbehagen, nou komt hij eruit te pikken. Het is genoeg. Lang genoeg de wereld en de zonde gedien. Nu ga je mij dienen. Nu ga je mijn dienst verder het leven door. Tot hiertoe en niet verder. En zie, als die kerk nu toegebracht is, dan zullen ze gaan ervaren dat hij hen kent. Gemeente, als ze dat nu mogen ervaren in het leven, dan blijft er alleen maar verwondering en aanbidding over. Als ze mogen ervaren dat hij ons kent. Want oh ja, dan zijn er tijden in het leven van de kerk dat ze zeggen, dat nu dat kind van God, en dat nu dat kind als Heere mag ervaren, dat de Heere hem of haar kent, ja dat kan ik wel begrijpen. Maar als we het nu zelf mogen ervaren, dat de Heere ons kent, zullen we niet klein kunnen krijgen. Dat is een kennen in liefde. Dat is een kennen in zijn onveranderlijke trouw. Want dat ligt in dat kennen verklaard. O, zie, dan zullen ze in het leven gaan ervaren dat de Heer hen kent waarin. Dat hij hen kent in hun strijd. Dat hij hen kent in hun druk. Dat hij hen kent in hun kruis. Dat hij hen kent in hun tegenspoed. Dat hij hen kent in hun zonde, maar ook in hun zonde smart. Dat hij hen kent in hun ellende. Dat hij hen kent in hun gemis. Dat hij hen kent in hun verlangen. Dat hij hen kent in hun zielsuitgangen. Dat zullen ze dan in het leven gaan ervaren, ook in dat eerste leven al. Maar dat het leven ook zo teer ligt, wat zo'n wonderlijke leven ligt. Al hij betoont wel van hen af te weten. Al zo gelukkig in zichzelf en over de aarde gaan met een pak van zon. En met de belijdenis in het hart, Heer, ik heb nooit anders gedaan dan tegen u gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen. Maar ga na, o God, ga na, hoor. Hoe een boeteling verleidt.
Dan zal hij ook betonen van hen af te weten als ze naar de begeerte hun harten in Gods huis mogen komen onder de prediking van het woord. Wees dan eens eerlijk en hij doet van de daken prediken wat in de binnenkameren geschiet. Zou de Heere u dan kennen of niet? Dan moet het nu maar antwoord geven tussen God en uw ziel. Kent de Heere u? Wat ge tussen God en uw ziel in verborgen hebt in en doorleefd. In de binnenkameren waar niemand wat vanaf weet. Wat je tegen niemand gezegd heeft en het wordt van deze plaats verkondigd. O, de Heere kent degene die de zijne zijn. En dat betoont hij ook dat hij hun kent, dat ze door ene geest geleid mogen worden. Dat ze wel moeten zeggen, hoe bestaat dat nu dat die man dat zo kan zeggen. Ik heb het tegen niemand verteld. Er is niemand die er wat vanaf weet. Ja, toch wel, voel ik. God weet er vanaf. God kent u en daarom gebeurde. Wat in de binnenkameren geschiet van de daken gepredikt. O, is het niet tot vernedering en tot verwondering. Als we zo mogen ervaren dat de Heere ons kent. En zo de bevestigingen van zijn eigen werk komt te schenken. O, hij kent hen ook in hun wettische woelingen hoor. Als ze bezig zijn om God te bevredigen. Als ze bezig zijn om alles te betalen en zelf een gerechtigheid aan te brengen. Dan betoont hij hen ook te kennen in hun wettische woelingen. En door dat meer en meer af te gaan breken. En dan valt er wel niet mee. Dan is het weer anders. Dan kunnen ze dat maar niet bekijken. Dat dat niet voortvloeit uit dat kennen God. Maar het is toch waar, o volk. Dat de Heere daarin ook betoont u te kennen. Dat er zo woelt en roept in uzelf. En als de Heere dat af gaat breken. Wat is het een wonder. Hij komt het wel de getuigen door de werkende wet, zal er geen vlees meer gerechtvaardigd worden. O, zo komt de kerk des Heren, die komt in verlorenheid terecht. Maar o, ziet wat een wonder dat hij betoonde u te kennen, toen ge daar als een verlorene doodschuldige voor God wat ging buigen in het stof. En God doet er vallen, het is verloren, verloren. Voor eeuwig verloren, maar waar de Heere u geen kwaad mee doen kon. Heeft hij niet betoond u te kennen. Door tot uw ziel zo wonderlijk te spreken. Dat hij gekomen was om te zoeken. En zalig te maken dat verloren was. O ja, voor verlorenen is hij dan juist gekomen. En dan mogen ze wel gaan aanheffen gij. Gij hebt mijn wekenlach en geschrei veranderd in een beleiderij. O, wat heeft hij al betoond in de leven u te kennen, in de legering des harten. Want de Heere kent ons aller hart, maar als hij nu betoont de legering van ons hart te kennen, en wel naar die legering des harten gaat hij tot de zielen spreken. Naar die legering des harten, naarmate de ontdekkende bediening des geestes heeft plaatsgevonden in het hart, gaat hij zich verklaren in zijn gepastheid en in zijn beminnelijkheid en ongenoegzaamheid. O, dat volk wat zo vermoeid, belast, beladen is van hun zonde en ongerechtigheden. En hij betoont hen daarin te kennen, dat u het niet meer weet, dat u het niet meer dragen kon. Zo vermoeid, zo belast, zo beladen, dat u ineens zong. Komt de herwaarst op mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. O volk van God, hij kent, het is een zegel van dat fundament. En daarom leg uw hart ernaast of u er wat van kent in het leven. Hij kent u in uw verlangen, in die verlangens uw ziel.
Hij kent u in uw dorsten en naar hem. En dan mag het wel eens eten in de dorst en naar de Heere toe, o alle gij dorstigen. Kom tot de wateren en hij kent u, dat gij geen geld meer hebt om te kopen. Gij die geen geld hebt, komt en eet zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. O ja, hij kent u, hoor, en dan gaat hij het toeroepen, waarom weet gij die de geld uit? Voor hetgeen niet verzadigen kan, waarom zoek je het zo in jezelf? Je kunt het toch niet vinden. Weet nu eens eerlijk, hoeveel, hoe lang heb je het al in jezelf gezocht? En heb je het er ooit kunnen vinden? Dan kent hij je ook daarin, waarom weet gij die de geld uit? Voor hetgeen niet verzadigen kan. Voor hetgeen geen brood is aan uw arbeid, voor hetgeen niet verzadigen kan. O ja, hij betoont zijn volk te kennen. Hij betoont dat hij weet waar het hen om te doen is. O, als hij zich openbaard heeft aan de ziel, dan denken we aan die zondares. O, wat kende hij haar toen ze daar lag, aan zijn voeten. Zich uit de wenende vanwege haar zonde, schuld en ongerechtigheid. Maar hij betoonde dat hij ze kende. Het was daar haar die zondares niet meer te doen om te zondigen, nee. Maar om van haar zonde verlost te worden. Het was te doen om haar zonde te beleiden. Hij betoonde haar te kennen. Anderen zouden ze weggestuurd hebben. Maar hij heeft ze daar niet weggezonden, hoor. Hij betoonde ze te kennen. Hij liet ze uitwenen, hoor. Hij liet ze de voeten afmaken met de tranen en afdrogen met het haar van haar hoofd. Hij kende haar, hij wist het waar het om te doen was. En daarom werd ze die plaats ook vergund aan zijn voeten. O, wat een wonder is het toch. En betoont de Heer zo zijn kerk niet te kennen. Hij kende degene die de zijne zijn. O, hij heeft haar daar ook herkend. Is dat geen wonder? De zondares die staat. Hij kende haar als, ja, als zijn. Maar hij erkende ook dat die zondares er een van hem was. Dat hij die nu ook gekocht had. Dat hij die nu ook geliefd had. En dat hij die dan ook zou reinigen. Zou wassen, zou rechtvaardigen, zou heiligen om te stellen voor het aangezicht des Heeren. O, dat zulke zonder is, die erkenning mocht ervaren dat zij van hem was. O, dan staat er zo, hij heeft zich niet geschaamd en durst te noemen. Hij kwam er vooruit dat het er een van hem was. De Heere kent degene die de zijne zijn. O volk van God zou te mogen ervaren. Dat hij u kent. En dat hij u erkent. O, hoe mogen ze dat ook ervaren. Dat hij hen kent en erkent als de zijne wel. Doordat hij hen toelaat tot zijn gemeenschap. O, nooit zal dat kunnen. Hij betoont ze te kennen als de zijne, maar ze ook te erkennen als de zijne. Doordat hij ze toegang schenkt tot zijn gemeenschap. Doordat hij toelaat in zijn liefde te delen. O ja, hij betoont haar te kennen als de zijne en te erkennen. En zodat hij dan ook bij ogenblikken waar zij met zonde, schuld en ongerechtigheid beladen tot hem mogen vluchten. Dat hij zijn kruisarmen komt te openen. En dat zij daar wel eens in mogen neerzinken. Dat ze het moe geschreden hoofd wel eens op zijn borst mogen laten rusten.
Hij betoont hen te kennen en te erkennen als de zijne. Door hem bij ogenblikken af te kussen. Van al die vuile zonden en ongerechtigheden. O, hij betoont hen te kennen en te erkennen als de zijne. Denk aan de gelijkenis van die verloren zoon. O, van verre zag hem den vader. Ja, van verre, hij kende hem. Maar hij erkende hem ook nog als zoon, als kind. En wat is dat een wonder, ook voor die verloren zoon geweest. Dat hij zo mocht vallen in de armen zijn vaders. Dat hij niet waardig was een zoon genaamd te worden. Maar dat hij geen kans krijgt om daarvan te getuigen. Hij wordt omhelst met open armen ontvangen. Was dat nu geen wonder een die er alles zo had doorgebracht. Dat die vader hem nog herkende. Dat is er nu een van mij. Dat is er nu een van mij. Nu o volk des Heeren. Denk eens aan al uw afwijkingen. Afhoreren van den Heer. Dat je niet meer waardig zei dat de Heer nog ooit terug zou komen. Dat je niet waardig zei dat hij zelf nog ooit terug mag komen. Maar dat hij toch betoont u te kennen. De Heer kent degene die de zijne zijn. Maar ook dat hij erkent dat u er één van bent. Door ook na nog zo ver te zijn afgeweken. Maar dan toch nog te mogen ervaren dat hij dezelfde blijft is een onveranderlijke trouw. Al heb je dan, zo zegt hij, met vele boeleerders geboeleerd, keer nog dan zweden. Ja, ik zal u toch herkennen als een van de mijnen. Ge blijft toch een van die keurlingen, een van die bondelingen. Daarom keer nog dan weder. O, in dat kennen wat ze mogen ervaren. Daarin ligt die onveranderlijke trouw. Des Heeren zo verklaard. En dan kent hij u ook in uw afkeringen. Maar o dan. Dat hij dan ook getuigt. En ik zal hun lieder afkeringen genezen. Ja, hij zal ze vrijwillig lief hebben. O, dat wonder, nee. Hij komt niet over de schuld heen. Want hij betoont hen ook wat te kennen in hun zonde. En in hun afwijken. En dat brengt altijd een scheiding tussen God en het hart, niet waar? Daar komt de Heere niet overheen. Maar het is zo'n wonder dat ze nog mogen wederkeren met schuldbelijdenis. Als een arme verloren zondaar in zichzelf. Dat ze mogen wederkeren. En dat ze dan ook mogen ervaren dat hij hun lieder afkeringen geneest. En dat de genezen in en door zijn gezegende striemen. Want door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik ken de mijne, zegt de Heer. En ik word. Van de mijne gekend en zo mogen ze dan ook ervaren dat hij hen kent nu volk. Kennen we daar nu ook iets van in het leven, dat hij ons kent door ons tegemoet te komen in het strijdwerk van dit leven. Want dan komt hij als het nodig is, al springend op de bergen en al huppelend op de heuvelen. Om met hen toe te roepen, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik, ik ben uw heil alleen. De Heere kent degene die de zijne zijn. En mag u dat ervaren, we zeiden daar ligt ook in de erkenning. Dat u een van de zijne bent, van Gods wegen de erkenning. En wat is dat toch tot verootmoediging? Wat is dat toch tot vernedering? O, wat zouden ze toch buigen, niet waar?
dan is de grond menigmaal nog veel te hoog. Omlaag genoeg voor God te bukken. Ze kunnen maar niet laag genoeg bukken. Zij, een van den Heer, er was zelfs verrekend. In het uur der wedergeboorte, dan worden ze dadelijk de zijne. Maar daar weten ze dan niks van. We gaan dat nu niet verklaren. Alleen willen wij even hierop wijzen dat er in standelijke leven, het leven van dat bekommerde volk, ogenblikken kunnen zijn. Dat ze geloven mogen, ja. Geloven mogen één van de zijnen te zijn. Maar oh, wat kunnen ze toch naar uit gaan zien. En als het goed ligt, dan zal dat ook de praktijk van het leven zijn. Om het nu te mogen weten, het eigendom van hem te zijn. Maar zie, al is er dat er bij ogenblikken hopen mag zijn, gelukkig wel. En dat de Heere die vertroostingen komt te schenken ook. Door te betonen dat hij hen kent hier in dit strijdperk van dit leven. Ach, zie, wat is dat dan een wonderlijk leven. Ja, hij betoonde dat hij u kent. Als ge troosteloos over de aarde gaat, wees dan eens eerlijk. Heb ge die vertroostingen Godes dan nooit mogen ontvangen? Heeft de Heere door zijn woord en geest dan nooit gepast tot uw ziel gesproken? Komt hij geen woord te spreken met de moeden ter rechte tijd? Betoont hij daarin dan niet u te kennen? Mag hij dat dan in uw leven niet ervaren? Dat gij zeggen mag, ja, nu mag ik toch ervaren. De Heere die kent, die weet waar het me om te doen is. Dat hij u kent in uw strijd. Dat hij u kent in uw troosteloosheid. Dat hij u kent in de verlangens uwer ziel. En al is het dan dat hij die verlangens niet in een ogenblik komt te vervullen en te schenken. Maar dat hij aan de andere zijde toch wat betoont u daarin te kennen. En dat hij dan plaats gaat maken, meer en meer nog, om dat verlangen vervuld te krijgen. Ach, zo zouden we wel door kunnen gaan. Maar wat is het dan een wonder, als de Heer op deze wijze uw verlangens gaat vervullen. Al is het dan dat het door diepe wegen moet in het leven, maar ach. Dat innerlijke zielsverlangen, als dat dan vervuld mag worden. En wat is het toch een wonder, nu. Mag hij nu ook zeggen dat gij daar iets van weet, dat de Heere u kent. In al uw nood, in al uw behoeften, in al uw zielsverdriet. De Heere kent degene die de zijne zijn. En dat zal hij betonen ook in de praktijk van het leven. Ze zijn soms wel eens moedeloos, maar dan kent hij hen ook. Denk aan een Elia. Dat de Heere tot hem sprak, sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Kennen dat houdt dan ook in, dat hij voor hen zorgen zou. Kent degene die de zijne zijn, en die zal hij nooit begeven, en die zal hij nooit verlaten. Hij zal voor hen zorgen in en uitwendig. En al dan kunnen de zorgen soms zo veel zijn. Dat zal er het waar onder bedolven zijn, maar dat hij betoont hen te kennen in hun zorgen en het hen wel toeroept. Wees in geen ding bezorgd, dat hij de zorgen zo over komt te nemen en dat dat volk die zorgen aan hem toe mag vertrouwen. Dat hij betoont ook in die zorgen wederom vervulling te schenken. Och. De Heere kent degene die de zijne zijn, dat wil dan ook zeggen. Hij erkent hen als de zijne, hij staat voor hen in. Hij bewaart ze als een oogappel. En hij zal ze niet omdoen komen in dure tijd nog hongersnood. Zeker zijn er tijden in het leven van Gods kinderen, dat zij menen dat de Heere hen niet kent.
Ja, die tijden die zijn er. In de verbergingen van zijn aangezicht. In de ontdekkingen des heiligen geestes. Als de vijand hun schijnende overhand te krijgen, ja. Dan zijn er wel tijden dat ze denken dat de Heere hen niet kent. Maar weet het dan eens, volk. De Heere kent u. U bent een van de zijne, maar dan eist hij u ook geheel en al op als de zijne. En daarom gaat hij die gekende, die gaat hij wel louteren. Die gaat hij zuiveren, die gaat hij reinigen. Die gaat hij van alles al losmaken. Omdat zij maar meer en meer aan hem verbonden zouden worden. Zie, dat is de bedoeling daar dan van. En dan kan dat in u, naar uw mening wel eens anders zijn. Dat de Heere u niet kent. Maar al dat gij niet over de Heere zou klagen. Leg u dan in die omstandigheden voor zijn aangezicht neder. Welke omstandigheden het dan ook mogen zijn. Opdat hij zou betonen u ook in deze te kennen. De Heere kent degene die de zijne zijn. Wat is het een wonder om van hem gekend te mogen worden. En dat is een kennen in liefde. De Heere kent degene die de zijne zijn. En hij doet ze dan ook zijn liefde ervaren. Hij kent degene die de zijne zijn. En doet ze in zijn vrede. Die doet hij ze proeven en smaken. En ja, de Heere kent degene die de zijne zijn. En laat ze toe tot zijn gemeenschap, zeiden we. En nogal dan u standelijk ervaren mag worden. Wat zijn het zoete en zalige tijden, niet waar. Om die gemeenschap des Heren te mogen proeven en smaken, om daarin te mogen delen. Ach ja, wat, waar zullen we woorden vinden om dat uit te drukken? Hij kent in zijn liefde, hij kent en in zijn trouw. Maar ook als het nu statelijk ervaren mag worden, dat hij ze toelaat tot zijn gemeenschap. Ook kennen als de zijde. Ook in die weldaad, ja. Wat is het groot dat de Heere dat nog komt te schenken. En waarom? Omdat hij zichzelf een verheerlijken zou. Dan is er nooit iets wat in de mens te vinden. Waar de Heere het om doen zou, nee. Maar hij kent degene die de zijne zijn. Hij weet van hen af. En dat zal hij betonen in al hun strijd. En heeft de Heer het dan nooit voor u opgenomen, o kinderen des Heeren. O, dan vragen wij u, bent u, hebt u alles ooit te vergeefs aangeklopt bij hem? Hebt gij niet ervaren dan dat hij u kende? Als hij in al uw nood, in al uw behoeften, in al uw bekommernis, tot hem de toevlucht mocht nemen. Heeft hij niet betoond u te kennen, uw noden te vervullen, u te vertroosten op zijn tijd. O, toen ge mocht komen vluchtende tot hem, met al uw zonden, met al uw ongerechtigheden, zo vuil en zo walgelijk als geen u zelf waard. En waar dat vluchten te beoefenen, om aan zijn voeten te mogen nederzinken. Heeft hij niet betoond u te kennen, door zich aan uw ziel te openbaren wie hij is, wat hij gedaan heeft, wat er in hem te vinden is, de kracht van dat bloed te mogen proeven en te mogen smaken die. Betoont hij u dan niet te kennen, ook in deze omstandigheden, o, het is een zegel. Van het fundament van de kerk des Heren. Het is de ene zijde van dat zegel. Maar er is ook nog een andere zijde. Maar gemeente, dat wordt te laat. Als we dat ook nog gaan behandelen. En daarom geven de Heere genade dat we volgende week
het aan de andere zijde van het zegel, namelijk en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid dat we dan, als de Heer het schijnt dat, in het midden verder mogen verklaren, dan gaan we nu eindigen en naar huis toe. Evenwel, hoe is het nu in het leven? Strijd, schuddingen, schokkende gebeurtenissen. Evenwel, het vaste fundament Gods staat. O, zo is het nu voor de kerk des Heren. Dat eeuwig gesproken, daar kan niets gebeuren. Ja, er kan wel veel gebeuren. Heel veel gebeuren zelfs. Maar niet in die zin dat het voor de kerk des Heren nog kwijt kan gaan. Nee. Want leg eeuwig vast. In God drie enig. Het vaste fundament God staat. Hebbende deze zegel. De Heere kent degene die de zijne heeft. En dan kan er veel gebeuren. En veel strijd op afkomen in het leven. Maar o volk. De Heere kent u. En hij zal u niet begeven. Nog verlaten. In al uw strijd. In al uw moed. In al uw verdriet. Wat er dan nu ook gebeuren gaat. Ach, toen was het ook al. Die strijd is er geweest. Van Adams val af en die zal er blijven. Strijd zal er niet minder op worden, dat niet. Maar hoe hoog de strijd dan ook mogen gaan. Evenwel. Evenwel. Het vaste fundament Gods staat. Hebben het deze zegel. De Heer, die trouwe verbondsgod, kent degene die de zijne zijn. O, wat een wonder is dat. En dat nu te mogen ervaren. Want zie, dat mag ervaren worden, dat is nu juist praktijk. Het bevindelijke daarvan, dat de Heer ons kent, dat Hij het voor ons opneemt, dat Hij voor ons de strijd strijdt in dit leven. O ja, dan ligt het voor Gods volk vast. Maar nu, hoe is het nu met ons allen persoonlijk, jong en oud, klein en groot? Is dat fundament totaal verborgen? Maar kent ge ook van dat zegel niets? Ach, dat ligt niet best aan dan. Want het is van 2-1. Maar wij hebben gezegd, wij hebben toch een boodschap voor u. Rust dan niet. Voordat ge het weten mag dit fundament onder uw voeten te hebben. Daarom jong en oud, klein en groot. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, laat u leiden. U kunt nog bekeerd worden. U kunt bij dat volk nog bijgevoegd worden, ja. Er is ruimte genoeg wat dat betreft. En daarom zouden we zeggen, zoek dan bij dat uitverkoren volk van God te komen. Dan kan er veel gebeuren in het leven. Dan kan de strijd hoog gaan. Dan kan het stormen. Dan kan het schudden in het leven. Maar dan zal het openbaar komen. Dat het vaste fundament Gods staat. En wankelt nimmer daarom. O, terwijl. U de boodschap nog gebracht wordt. Hoe lang dat weten wij niet. Maar tot op heden nog wel. Nu is die hemelpoort nog niet op het nachtslot. Daarom. Mogen wij het u nog toeroepen. Dat de weg nog niet is toegesloten. Om zalig te worden. Dat de weg nog niet is toegesloten. Om dat kennen des Heren te ervaren. En
dat te ervaren dat de Heere ons kent, daar ligt zaligheid in, zijn de beginselen. En dat zullen we straks tot in aller eeuwigheid, die volle zaligheid, mogen gaan ervaren. Want wat zal het nu zijn straks, des van 2 en 1. Zal het nu zijn, dan kunnen we misschien met een hoop godsdienst aan de hemelpoort kloppen. Heere, Heere, doe ons open. Wat we hebben en uwe tegenwoordigheid geheten en gedronken. En dan moeten horen, ik ken u niet. Nooit verkoren, nooit. Nooit aan mijn voeten gezien. Nooit in de binnenkamer, ik ken u niet van waar gij zijt. Ga weg van mij, gij werken zo'n ongerechtigheid. Waar weet ik, dat ben ik net zing dat tanden. Of zal het dan nu straks ook openbaar komen, dat hij u kent, als het sterven wordt, namelijk komt in. Gij gezegende des vaders, beërfd dat koninkrijk, dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld en dat tot in aller eeuwen eeuwigheid toegelaten worden in zijn volzalige gemeenschap. Amen. O Heere, wil gij onze tekorten vervullen? Wil u onze zonden verzoenen? Wil u de naprediker ervan zijn? Want het wacht alles op u. E Heere, gedenk ons zo naar de grootheid van uw ontfermingen. Ook in het overige van de dag. Breng ons nogmaals weder aan de plaats des gebeds. En schenk ons dan ook de hulp van uw geest. Begeef en verlaat ons niet al te zeer. Betoon ons te kennen, Heere. Wat een zegel is van dat onwankelbare fundament. Ah, wat zou het groot zijn, als u ook in deze avonturen betoonde, de onveranderlijke en de getrouwe te zijn, we smeken het van u, in de vergeving onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 42. Het eerste vers.
ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.